Nu 94% van de Nederlanders online is, vinden ook de senioren hun weg op het wereldwijde web. Zodoende organiseert Senior Web de cursus Veilig Internetten. Voor Unity TV namen we een kijkje en vroegen de docent waarom dit nog nodig is. Nou, er is natuurlijk wel gebleken in de loop der tijd dat de mensen als ze eenmaal bij ons een beginnerscursus hebben gedaan of een gevorderde cursus, dat er toch nog een aantal vragen overblijven. En die gaan vaak over de beveiliging van een computer, over antivirusprogramma's, over spam en de woorden die ze tegenkomen waarvan ze nooit gehoord hebben. En dan willen we toch ook, als je dat bekijkt met het internetbankieren, dat toch belangrijk is om daar lessen aan te besteden. De tijd dat de oudere generatie het internet niet op kan of durft, is dus voorbij. De vraag is alleen of de ouderen zich online ook veilig voelen. Deels wel, maar omdat ik niet echt heel goed op internet ben, zal ik trappen in virussen, vrees ik. U gebruikt het internet, voelt u zich er ook veilig op? Jazeker. Ik werk er al lang mee, dus ik weet wat ik wel en wat ik niet kan doen. En waar let u dan op als u aan het internet bent om virus te voorkomen? Bijvoorbeeld als ik aan het bankier ben, dan zorg ik dat zeg maar, het tekentje S erop staat, HTTPS. Dan weet ik dat ik in een veilige omgeving zit. En dat is goed. Mevrouw, u gaat wereldwijde web op. Voelt u zich daar veilig bij? Ja, gedeeltelijk wel hoor. Ja, over het algemeen wel. Wat zijn nou de momenten dat u denkt van nou, misschien moet ik hier niet zijn? Nou ja, dan raak ik een beetje in paniek. Dan denk ik, hé, wat is dit? Dus zet ik me gauw uit. Dus op het moment dat u denkt van wat is dit, gaat de computer gelijk uit. Stekker uit, stopcontact. Ja, inderdaad. Na wat navragen bleek dat de senioren wel wat angst voelen voor het internet, maar de gevaren nooit echt mee hebben gemaakt. Nee, dat klopt natuurlijk vaak wel, omdat het ouderen zijn die pas in een later stadium beginnen met computer, de nooit zo diep gaan in die computer dan dat de jeugd daar natuurlijk ook daarmee bezig is. Dus je loopt natuurlijk toch wel gevaar, alleen die gevaren zien ze nog niet. En wij proberen ze dan in 3 dagdelen die gevaren te laten zien en hoe je dat kan oplossen. De cursus die jullie geven van Senior Web, kunnen mensen zich daar nog voor aanmelden? Ja, wij geven het hele jaar door cursussen, zowel voor beginners als voor gevorderden als voor onze veiligheidscursus. Die veiligheidscursus is in 3 dagdelen. Daar kunnen ze zich voor opgeven in Sassenheim, dus gemeente Teylingen. En dat heet Stichting Welzijn Teylingen. En die kunnen daar terecht om zich aan te melden. En dan wordt dat ingedeeld en dan zien we ze graag hier verschijnen. En dan gaan we onder de vlag van Senior Web in samenwerking met Stichting Welzijn Teylingen die cursussen geven.